Buddy. Hallo mensen, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het dus zover. Het is weer de dag dat ik mijn vuurwerk ga bestellen. En net zoals vorig jaar ga ik dat dit jaar ook weer doen bij Vuurwerk Land Steenbergen. En dat omdat ik eigenlijk nog steeds tevreden ben over de deals in combinatie met de prijzen. En noem het maar op, ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. En dan heb ik ook nog wat vuurwerk wat ik eigenlijk wil afsteken. Nou, dit is het vuurwerk dat ik erbij heb gepakt. En aangezien ik het in de tuin afsteek, moet ik natuurlijk ook rekening met de buurt houden. Vandaar dat het ook allemaal iets kleiner en niet al te hard vuurwerk is. Dus het is voornamelijk fun vuurwerk. En dat had ik ook nog liggen. Dus ik dacht, het is een mooi moment om dat af te gaan steken. Kijk eens wie hier ligt. Hallo. Zet je op mijn mobiel, Stels? Zet jij op mijn mobiel? Ja, Stels die ligt even lekker op het dekentje te chillen. Dus ik stel voor dat we eerst vuurwerk gaan bestellen en daarna gaan we het afsteken in mijn tuin. Nou, daar zijn we dan op de site van Vuurwerkland Steenbergen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik de site natuurlijk al helemaal heb bekeken. En dat is omdat ik dan weet wat ik allemaal wil gaan bestellen. En niet dat dit een stuntvideo wordt in de vorm van dat ik echt uren ga zitten kijken. Want ja, als je naar vuurwerk kijkt, dan kan je er natuurlijk wel een beetje in verdwalen. Maar goed, het eerste wat mij opvalt is dat je hier in de banner allerlei vuurwerk langs ziet komen. En iets wat mij ook heel erg opviel, dat was dit. Dat is dus de Dum Bum en die zijn nu legaal verkrijgbaar in Nederland. Dus dat is natuurlijk super vet. Dan kom ik daar straks op terug, want dat is een item of in ieder geval iets wat ik sowieso graag wil bestellen. Dan gaan we eens eventjes kijken. Want dan komen we gelijk, want ik ga gewoon eventjes lekker alles af naar de combi deals. En dan zie je dus de Dum Bum all-in combi deal. Nou, €75, dan heb je een salute cake. Nog eentje, Scream Rocket, single shotjes, een aansteker, ik klik er wel eventjes op, want hier zie je dus gewoon alles wat erin zit. Ik vind het wel ook gewoon die Scream Rockets, gewoon dat, hoe het allemaal uitziet en het artwork van die cakes. Ja, dat is natuurlijk iets wat ik sowieso wil hebben en sowieso vet dat ze dat ook in Nederland hebben. Gaan we eens eventjes kijken, ik heb hem toegevoegd aan mijn... mandje. Aanstekers zijn sowieso vet. Dan moet ik zeggen dat ik al super veel aanstekers heb van Exclusive Pyro. Maar goed, deze zijn sowieso ook gewoon vet. Dan ga ik eens even kijken. Ik heb ze al gezien, maar we gaan gewoon eventjes kijken. Het blijft natuurlijk vet. Ja. Kijk, dit wil je natuurlijk gewoon. Dit moet je gewoon uitproberen. Laten we eerlijk zijn. Ja, oké, dat komt wel goed, want daar bestel ik sowieso één pakketje van. Ik kom er dus even op terug, want je hebt hier natuurlijk deze knalbatterij. En dat is met 64 shotjes. Dat is natuurlijk het net iets grotere werk, 500 gram, 64 schoten. We gaan eens even kijken. Ja, die voert hem net even wat sneller op. Ja, oké. Nou, ik neem dus sowieso die combi deal. Dat is echt gewoon iets wat ik sowieso super vet vind. Ik ga vandaag voornamelijk ook meer op zoek naar knalvuurwerk. Omdat ik al best wel veel cakes heb en ook besteld heb. En nu natuurlijk ook gewoon deze salute cakes allemaal ga bestellen. Dus we gaan gewoon eventjes verder. Die zit in mijn winkelmandje. Dan gaan we naar de Fabric Fireworks. Want daar was vorig jaar ook al het een en ander aan vuurwerk. Hadden ze in hun assortiment zitten. Laten we even kijken. Want ik wilde wel eentje. Ik neem er toch wel eentje. Dan ga ik even kijken. De Tropical Storm Battery. Oké, die is nog niet uitverkocht. Gaan we eens even kijken. Dat is ook een stunt. We moeten eigenlijk straks eventjes naar de Vuurwerkland Mega Deals gaan kijken. Nou, waar komt die? Komt hier. Ja, oké, ik vind dat ik hou er wel van. Ja, oké, die kleurtjes, ik neem hem. Ik neem gewoon deze voor die prijs, dan laat ik hem natuurlijk niet staan. Ik wou zeggen, laat ik hem niet liggen, maar hij staat natuurlijk. Dus die doen we ook gewoon eventjes erbij. Dan ga ik eventjes eentje terug op de pagina. Doe ik deze in mijn winkelmandje. Die is ook bij toegevoegd. Oeh, deze, kijk, dit is nog wel eens een stunt. Laten we eerlijk zijn.
Deze gaat namelijk van €179,95 naar €79,95. Dat is gewoon een korting van €100. 144 schoten en 2000 gram aan kruidgewicht. Dus die wil ik eigenlijk even zien. Ik denk dat ik deze ook wel gewoon erbij ga doen. En dan ga ik maar eens even verder bij het iets kleinere vuurwerk kijken. Komt-ie. Ja, dit ziet er wel mooi uit. Even verder. Ja, kijk hem ook hier. Zie je natuurlijk ook hoe die beneden schiet. Maar ja, ik ga deze sowieso bestellen. Die doe ik er ook gewoon bij. Ik heb voor mezelf ook gewoon een budget dat ik denk van aan zoveel ga ik vuurwerk bestellen. Dus dat moet ook wel goed komen. Maar dan gaan we even naar de mega deals. Want daar wil ik ook heel eventjes kijken. Want ik vind het ook gewoon leuk om wat kleinere vuurwerkjes te halen. Zoals dit is bijvoorbeeld 1 bestellen is 3 ontvangen. Dus dat, ja, dat wil ik eigenlijk gewoon ook proberen. Dus die doe ik sowieso gewoon in mijn winkelmandje. Dan gaan we eens even kijken. Hier heb je natuurlijk die we net hebben genomen. De Amazing Set. Die hebben we net gehaald. Dus die hebben we al in ons winkelmandje. Dan wil ik heel eventjes verder kijken. Er zijn, oké, fakkeltjes. Kijk, ijzelganger fonteintjes. Even kijken. Ja, dat is. Dit zijn. Kijk, deze fonteintjes. Die wil ik eigenlijk ook gewoon. Ja, halen. Dus die doe ik gewoon. Doe er gewoon 2, denk ik. Hoppakee. Zo. Toegevoegd aan de winkelmand. Dat komt helemaal goed. Maar we gaan even terug naar de mega deals. Want die wil ik natuurlijk wel allemaal eventjes goed bekijken. En dan kom je hier ook bij die mortiertjes uit. Ik ga sowieso straks even bij mortieren kijken. Bij die knalmortieren. Deze, dat weet ik trouwens. Dan komen we even op die Big Shot mortiers. Die wil ik even laten zien. Want die zijn wel echt gewoon vet. Daar wil ik eigenlijk wel een paar van halen. Even kijken, dan komen we hier. Ja, moet je kijken. Kijk. Hoe vet is dit? Gewoon eerlijk, hoe vet is dit? Daar neem ik echt wel een paar van hoor. Kijk hoeveel neem ik er. Ja, ik vind ze wel echt vet. Ik neem er 6. Ja, ik heb er 6 aan mijn winkelmandje toegevoegd. Dan gaan we eens even kijken, want dan komen we bij de Mama Mia single shortjes. En ja, die heb ik toevallig ook gezien. Ik heb net al gewoon even lekker uitgebreid gekeken. Dan wist ik een beetje wat ik ook aan jullie wilde laten zien. Maar deze single shortjes, die zijn ook best wel nice, om eerlijk te zijn. Kom maar op. Kijk, ja, die spinnen, die tollen helemaal de lucht in, ja. Kijk, die gaan we ook nemen. Even eens kijken, 3 schoten. Die zijn wel natuurlijk wat prijziger ten opzichte van die andere. Maar ik denk dat ik er toch, ja, neem er 3. Ik vind het toch, ze zijn toch nice, weet je. Het is natuurlijk één keer in het jaar nieuwjaar. Dan mag je natuurlijk lekker knallen. En omdat ik ook gewoon, ja, wat meer knalvuurwerk wil. Gaan we gelijk ook weer hier kijken. Kijk, kanonslagen. Nou, daar kunnen we ook wel wat van meenemen. Dat we dat in ieder geval ook weer hebben liggen. Die zijn ook in de reclame. Dus dat komt mooi uit. Dan doen we daar gewoon eventjes 5 van. Heb je in ieder geval wat? Ik ga weer eventjes terug. Weet natuurlijk nooit of je weer vuurwerk in elkaar wilt zetten. Of in ieder geval een heksenkringetje maken. Burning Attack. Die heb ik nog niet gezien. Kijken wat die doet. Oké, ja, die ploft gewoon echt uit elkaar. Dus even kijken. Rough Attack. Nou, ik doe gewoon eentje ervan. Dan kan je die even gewoon lekker uittesten. Altijd leuk eventjes vuurwerk uittesten. Spanish Crackers. 2 gratis. Bangers. Oké, gaan we heel even verder. Matten en Chinese rollen. Eens even kijken. Ratelband, 360 schoten, die wil ik. Oké, deze. Trouwens, deze. Die weet ik, die zijn ook nice. Dus daar ga ik ook gewoon een paar pakjes van halen. Ja, als ik gewoon een paar pakjes ergens van haal, dan haal ik denk ik gewoon 5 ervan. En dan zie ik het vanzelf weer. Dus die kunnen er ook bij. Hoppakee. Gaan we eens even verder kijken. Deze vlindermat had ik vorig jaar ook, vlindermatje. Kijk, deze, ik weet niet wat het met deze is, maar ik vind deze gewoon vet uitzien. Dus die doe ik er gewoon bij, die neem ik ook. Dan gaan we even terug, want zo'n lange mat, die halen we eigenlijk ook altijd. Maar dat komt nog wel goed, hier haal ik gewoon voor nu eventjes ander vuurwerk.
Dan gaan we naar de single shot knalmortieren. Daar wil ik ook eventjes kijken. Thunder Kings natuurlijk. Ik heb nog echt een heel hoop Thunder Kings, maar goed. Oké, die hebben we natuurlijk net al besteld. Die hebben we natuurlijk ook net besteld. Dus deze hebben we toevallig allemaal al besteld. Maar oké, de Crazy Tails, daar doe ik ook eventjes van bestellen. Daar doe ik gelijk twee van bestellen. En ja, die Dumboom single shotjes. Ik denk dat ik daar gewoon één extra setje voor Jan dan ook meeneem. Dan heeft Jan ook een setje daarvan. Eens even kijken. Wat moet ik hiervan verwachten? Gaan we eens even kijken. Single shot cake. Oeh. Thunder King single shot cake. Oké. Ja, het is altijd natuurlijk leuk om er even eentje uit te proberen. Dan neem ik er wel gewoon twee. Krijg je natuurlijk hier beneden ook weer het een en ander te zien. Maar goed, kijk, nu zie je het al. Als je gewoon eenmaal met vuurwerk bezig bent, dan ja, je kan je helemaal gewoon in verdwalen en noem het maar op. Eens eventjes kijken, want dan komen we weer bij het overige klein siervuurwerk uit. Ja, ik vind dat altijd gewoon heel erg leuk, omdat je dat natuurlijk bijna het hele jaar door wel kan afsteken. Mits het natuurlijk wel categorie 1 is. En ja, een hoop heb ik hiervan ook al uitgetest. Het blijft natuurlijk gewoon lachen. Die superblinkers, die gaan sowieso mee, want die zijn gewoon echt nice. Dus die nemen we gewoon mee. Daar doe ik wel gewoon 3 pakjes van dan. Even kijken, deze Event Signal Lights, die heb ik nog niet gezien. Dat zal wel gewoon in principe denk ik een beetje hetzelfde zijn. Ja, het zijn ook gewoon blinkertjes. Blinken ook lekker. Maar ja, ik heb natuurlijk die andere al, dus die hou ik gewoon lekker voor nu. Ja, dit blijft leuk. Quick and Slow, tweede graad, dat zijn die autootjes. Oh, die Super Tank, die wil ik hebben. Ik ga die Super Tank halen. Ik heb nog autootjes, maar ik haal deze ook gewoon. Ja, dat zeg ik, daar zeg ik geen nee tegen. Even kijken. Happy Dragon Eggs. Spinning Flash. Die Spinning Flash neem ik mee. Hoppakee. Doe hier gewoon ook een paar pakjes van. Dat is altijd leuk om in vuurwerk te verwerken. Mag je natuurlijk ergens iets van vuurwerk in elkaar zetten. Hoppakee. Ik heb echt nu van alles en nog wat toegevoegd. Even kijken. Shockwave pakket. Dat wil ik even kijken. Wat zit? Oké, Rebel pakket. Of Rebel pakket. Maar we gaan eerst even bij de Shockwave pakket kijken. Groot stookpakket met vuurwerk dat het hele jaar afgestoken mag worden. Oeh. Ik had misschien beter die kunnen bestellen dan al die dingetjes. Maar goed, ja. Ik heb daar natuurlijk al wel heel wat pakjes nu ook van besteld. Dus even kijken. Ja, vuurwerkbril, die heb ik al. Die heb ik al thuis liggen. Ik moet eerlijk zeggen, ik doe dat niet om. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je ja, gewoon veilig vuurwerk afsteekt. Op in ieder geval op een veilige manier. Daar zorg ik wel natuurlijk altijd voor dat ik dat doe. Eens even verder kijken. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog wel wat fonteintjes liggen. Maar, even kijken wat zit dan. Oh, er zijn die happiness fonteintjes. Die ken ik ook. Ik denk dat ik een keer die Blazing Volcanoes ga proberen. Dat heb ik eigenlijk volgens mij nog nooit gehad. Dus dat is ook wel grappig. Nou, dan komen we weer, als we verder gaan. Oh, komen we weer bij de cakes uit. Gaan we eens even kijken. Hier heb je ook de Supermix cake. We hadden natuurlijk net ook al wat van gehaald. Dus even door naar het volgende. Maar die collectors die zijn volgens mij ook altijd wel nice. Gaan we even kijken. Zo. Ja, eens eventjes kijken. Ons 50 gram, 10 schoten. Is ook een aanbiedingje. Ik kan hem natuurlijk wel gewoon lekker meenemen. Dus die heb ik ook toegevoegd. Oeh, eens even kijken. Wissel, fluitbatterijtje. Ja, die wil ik ook hebben. Daar neem ik er ook gewoon eentje van mee. En een waaiercake. Ik zit even te kijken, want ik zie hier dus de e-pul staan. Ik zie hier de breakdown waaiercake staan. Dan wil ik denk ik even, want hier, als je naar beneden gaat, zie je ook de thunderstorm. Ja. Ik wil wel echt één waaiercake, want ik blijf dat gewoon heel erg mooi vinden. Ik blijf sowieso gek op siervuurwerk en knalvuurwerk vind ik ook leuk. Maar ik heb nu natuurlijk al een hoop siervuurwerk ook. Maar een waaiercake kan er altijd bij. Even kijken, ik had 240. Ik kijk daar natuurlijk ook eventjes naar, want dat is natuurlijk als vuurwerkliefhebber wel belangrijk. 280, 36 schoten.
Ik ga eens even kijken. Ja, nou dan ga ik voor deze. Dan neem ik deze mee. Shell Rocket. Die ga ik eventjes uitchecken. Oké, gaan we eens even kijken. Waar komt die? Komt meestal wat later. Hier. Oké. Die ga ik ook nemen. Die ga ik ook eentje van nemen. De Shell Rocket. Oh, siervuurwerkpakketten. Gaan we eens even kijken. Want ja, dit is een Phenomal assortiment. Magical Box assortiment. Het is natuurlijk weer net... Ja, ik vind het wel leuk. Maar ik wil wel echt gewoon dan iets nice hebben. Want kijk, dit is een Powerbox 100 pakket. Dit is wel eigenlijk stunt. Nou... Kijk, kwaliteitsassortiment bestaat uit 2 zware kleurrijke fonteinen en 2 dikke multishot cake. Ongelooflijk veel vuurwerk voor een kleine prijs. Oh, die heb ik, de Imperial Collection, die heb ik trouwens vorig jaar ook gehad. Maar ja, laten we wel eerlijk zijn. Dit is wel echt, ja, ten opzichte van elkaar moet je kijken wat voor prijsverschil. Die gaat er ook in, hoppakee. Ja, ik vind het, ik kan me er echt zo in verdiepen. Ik denk dat jullie dit er ook wel in herkennen. Dan gaan we even kijken, want die Magical Box assortiment, daar wil ik ook nog eventjes naar kijken. En dan denk ik dat we onderhand wel bijna klaar zijn met het vuurwerk bestellen. Diverse verschillende artikelen gemixt in deze luxe showdoos. Alle artikelen gevuld met modemste effecten van hoge kwaliteit. Zelfs 6 multishot batterijen, 2 fonteinen en 3 vuurpijlen. Dus even kijken. Ja, oké. Deze box... Ik vind deze box er wel echt nice uitzien. En ik denk dat ik ook gewoon een gokje waag om deze te bestellen. Oh ja, kijk deze. Kijk dit. Dit vind ik dus echt grappig. De poepende baby. Ik neem daar gewoon een paar van mee. Want die kan ik dan ook gewoon uitdelen. Hoe geniaal is dat, de poepende baby. Oké, nog eentje. Omdat ik het niet kan laten. Even kijken. Dan vind ik het eigenlijk bijna wel leuk geweest. Nou, eerst die happy's. Het zijn ook natuurlijk fonteintjes. Ik denk dat we op zich wel aardig wat aan vuurwerk nu uitgekozen hebben. En ja, het is bijna natuurlijk zover. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn lijstje nu compleet van wat ik onderhand aan vuurwerk wil bestellen. Ik ga straks nog wel heel eventjes een paar dingetjes uitzoeken. Gewoon wat kleinere dingetjes om het bedrag een beetje nog op te vullen. Dat het mooi rond afloopt. En dan, ja... Het vuurwerk is besteld, dus ik ga nu de tuin in om het vuurwerk ook af te steken. Hier hebben we de F1 truck, dus die steek ik gelijk even aan. Autootje uit. Nu zetten we de raceauto en de tank aan. De tank die ging net op zijn kop, maar de raceauto heeft overduidelijk gewonnen. Ik moet wel zeggen, ze zijn best wel grappig. Stels vindt het ook leuk om naar het vuurwerk te kijken, maar op het moment dat er veel rook vanaf komt, dan moet je eventjes naar binnen, hè jongen. Een leidingparachute, en als het goed is, komt er straks een klein parachute uit. Oh wauw, daar gaat hij. Super lachen. Oh lol, kijk. Ik heb hem gevonden. Hij is achter het huis gevallen. Maar ja, dit is dus wat erin zit. Deze schiet hij natuurlijk af. Grappig. Hier hebben we een blauwe fakkel. Thank you.
Dat ding rookt. Voetzoekers. En deze vind ik zelf best wel leuk. Ik heb hier 3 knetterkings staan. En het vuurwerkzwaard niet te vergeten. Oh wauw. Deze is wel nice hoor. Wow, hij verandert van kleur. Super vet. Maar goed jongens, dan maakt dit natuurlijk wel weer het einde van de video. En wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken. Ik wens jullie alvast allemaal fijne feestdagen toe. Het nieuwe jaar komt er bijna aan. En ik denk dat jullie net zoals ik bijna niet meer kunnen wachten. Want dan is het eindelijk zover. En wie weet, als jij je vuurwerk ook bij Vuurwerkland Steenbergen hebt gehaald, zie ik je wel bij de ophaaldagen. En dan kunnen we altijd even kletsen, een praatje maken. En misschien ook op de foto gaan. Maar jongens, voor nu sluit ik dus de video af. Als je hem leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. En dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!